Goedendag kijkers, mijn naam is Shevlin Paulus. Vandaag doen we het eerste gedeelte van In Gesprek met Ratan Kalka. Hij is op dit moment de man als we praten over de ontwikkeling van de kokosindustrie in Suriname. En vandaag gaan we dus praten over de ontwikkelingen binnen deze sector. Goedendag meneer Kalka, welkom in ons programma. Goedendag, wel een groot woord, de man. We zijn een van de spelers, maar ik zou niet zeggen dat ik de man ben, maar... Maar ik voel me wel vereerd om te weten dat ik wel een bijdrage kan leveren in de sector. Meneer Kalka is dus manager Business Support Services Suriname. Meneer Kalka, u wordt dus veel bij betrokken bij het kokosgebeuren in Suriname nu op dit moment. Wat kunt u ons vertellen over dus de sector en alles daaromheen op dit moment? Nou, toch wel een heleboel. En, wij hebben het een en ander is begonnen met het traject die... International Trade Center, al een paar jaar nu bezig is met het Caribisch gebied, die heet Revitalization of the Coconut Industry in the Caribbean. En Suriname is een van de 12 landen die aan dit project meedoet. En, het ITC Suriname is een van de landen die dan samen met de 12 landen probeert dan die kokosnootindustrie een beetje nieuw leven in te blazen. Je moet weten dat natuurlijk Jamaica, Guyana en Suriname wat voordelen hebben. En we zien nu dus dat Guyana op nummer 1 staat wat betreft de advance in dit project en de lead. Jamaica is ook altijd heeft een rol van betekenis gespeeld. En de potenties liggen daar voor Suriname om daarop te kunnen inspelen. En zo hebben we dus dan vorig jaar een MOU getekend met het International Trade Center, waarbij wij dan gevraagd zijn geworden om via het Business Forum, via het Business Suriname Business Development Center, een awareness traject aan te gaan met de diverse boeren en producenten in de kokossector. En zo hebben wij dus dan het eerste half jaar gebruikt om de stakeholders te identificeren. Een kleine appraisal te maken van wie ze zijn, wat ze doen. En dan hebben we in het tweede half jaar van 2022 dan de trainingen gedraaid. Na afstemming met ITC, afstemming met de lead farmers waar we de trainingen in de districten hebben verzorgd. Je moet weten dat het ITC... enkele lead farmers samen met het CELOS en LVV en andere instituten heeft opgeleverd dit traject. En zo hebben wij dus dan ook daarvan dankbaar gebruik gemaakt om in elk geval ook in die contraien waar we in de districten bezig zijn geweest om van hun faciliteiten gebruik en expertise gebruik te maken. We hebben aan het eind van het jaar ook nog de terugkomdagen gehad. En nu dit jaar zijn we nog bezig met het gedeelte, het laatste gedeelte van de MOU, waarbij we dan ons vooral focussen op het gedeelte van market access, waar we dan de individuele buren, de individuele producenten, verwerkers, wat meer marktoegang kunnen verschaffen om in ieder geval hun producten, hun product op de lokale markt, CQ, de regionale, internationale markt te kunnen neer te zetten. En hoe staat het op zich dus met de kokosindustrie in Suriname? Want als we het nieuws volgen, hebben we eigenlijk een setback gekregen, vooral vanuit de zijde van corona. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een terugval gehad. En, ondanks dat we zien dat er wel een heleboel animo is vanuit individuen, ik zal het nog niet direct farmers, boeren noemen, maar individuen die grote aantallen kokosbomen hebben geplant, maar meestal voor andere doeleinden, of op een afdamming, of als een beetje variatie, recreatie, etc. Maar we zien toch wel de potentie van een aantal van dit soort boeren in spe, als ik het zo mag noemen, en zeker op termijn misschien ook wel producenten, kokoswaterproducenten of kokosolie. Er zijn zoveel dingen waarmee je kokos kan doen, waarvoor je kokosnoot kan gebruiken. En dat hebben we dan in die awareness trainingen, waarbij we meneer Ricardo Vries te hebben aangetrokken om die trainingen voor ons te verzorgen in de diverse contraien, dat dan dat zeer geslaagd is geworden om te kijken van, hé,
Je kan toch veel meer dan doen dan alleen maar kokoswater en kokosolie. Maar om terug te komen op je vraag, de antwoord is ja, zeker hebben we een terugval gehad en, wat betreft kokos en het landschap. En als je kijkt naar het landschap in Koroni, dan zie je echt een beeld van een beetje verwaarloosheid, een beetje achteruitgang. De bomen staan daar, niet altijd onderhouden. Nu zijn een aantal boeren wel bewust daarvan en zijn ze bezig met herplanten. En nog specifiek gericht op bepaalde variëteiten, bepaalde rassen, omdat nu de awareness ook wel doordringt dat je bepaalt, als je aan gelang van je nut, waarvoor je het wil aanwenden, moet je bepaalde gewas doen. Heb je de dwergkokos nodig, heb je een hybride ras nodig, of heb je de lange bonen nodig, die voornamelijk goed geschikt is voor maken van kokosolie. En zo heb je dus dan het landschap, het kokoslandschap verspreid over alle districten, waarbij je ziet van, ja, anderzijds dat ook gezien de infrastructuur het een beetje achteruit is gegaan, maar ook dat er nieuwe tendensen zijn van vooral een aantal boeren, die toch wel meer in die richting gaan van, omdat ze nu weten van, Pepsi en Coca-Cola, die hebben lange termijn planning om meer naar frisdranken te vervangen door vruchtendranken, vruchtensiropen, et cetera. Dus kokoswater komt in beeld. En zo komt ook in beeld het gebruik van de kokosolie. Vroeger werd dat afgekraakt, het had veel nadelen, maar het is nu wetenschappelijk bewezen dat kokosolie een van de beste olieën ter wereld is. En vandaar dus dat men een heleboel zaken nu de kokosolie aanwendt om te maken van hun zeepen, parfums, noem maar op. Yomi Cosmetics is er een voorbeeld van. Je hebt de verschillende soorten kokosolie bekend. Vroeger alleen maar de standaard kokosolie, maar nu kun je virgin coconut oil. Je hebt allerlei soorten kokosolie die op een aanvraag van desbetreffende marktsegment kan worden geproduceerd. En dat de expertise daartoe nu is, een en ander door het ondervinden en schade en schande wordt men geweest, heeft men dat een beetje ingezien van, het kan toch wel. En vandaar dat we zeggen van, het kokoslandschap is verwaarloosd, is achteruit gegaan, maar de potentie ligt daar nog steeds. En daar geloven wij in als sector, daar geloven wij in als business forum, dat de agrarische sector zeker een groot potentieel is voor ons diversificatie van onze economie. We moeten niet alleen richten op oil en gas, maar op een complete diversificatie van de economie, waarbij je dan al deze subsectoren kan ontwikkelen en in een geïntegreerd plan, samen met toerisme, met verwerking, met agroprocessing, kan je zoveel voordelen hieruit halen. Het beeld van Koroni dus als kokosdistrict is eigenlijk gaan verwateren, zoals u dus ook aangeeft. Maar vele mensen vragen zich af, waarom is kokosolie zo duur? Ja, uiteindelijk zijn de inputs toch wel duur. Ik hoef u niet te vertellen dat er bijna niemand bereid is om eigenlijk echt op de velden te werken. Arbeiders, waar vind je arbeiders? Als je ze vindt, welk bedrag willen ze hebben. Dus arbeid is een ontzettend duur component in Suriname, all over. Het is niet alleen voor de agrarische sector, maar ik denk ook alle sectoren die daarmee te kampen hebben. Maar dat heeft ook te kampen met de economie die we hebben, de Hollandse inflatie, et cetera, et cetera. Waarbij dus het arbeidspotentieel, het arbeidsvraagstuk, een kostendrukkend aspect is op de kostprijs, totale kostprijs. Maar daarnaast is dan ook nog de afzet niet gegarandeerd van de kwaliteit die men wil hebben. Want als je bijvoorbeeld kokosolie maakt, dan moet je geen jonge kokosnoten hebben. En dan moet je droge kokosnoten hebben. Je moet droge kokosnoten hebben die wat grotere volume hebben en die van een bepaalde hybride soort zijn, of van de lange boomsoort, waarbij we dan die consistentie een beetje missen in een vraag- en aanbodzijde. En vandaar dus dat het kostenaspect dan afwisselend is. En, je kan het soms treffen, vooral als de
verwerker ook zelf boer is, dan is hij minder afhankelijk van opkoop van derden, van anderen. Maar ik ken dus verwerkers die uitsluitend opkopen. En die dan wel afhankelijk zijn van wat binnenkomt. Jullie hebben degelijk wat onderzoek gedaan. Is het jullie opgevallen of dat eigenlijk die sector in voldoende mate wordt benut nu op dit moment? Zegt u dat er heel veel potentie is? Nee, de sector wordt helemaal niet goed benut. Het is eigenlijk sprake van onderbenutting, als ik het scherp mag stellen. Zeker een vraag van onderbenutting. Alleen maar, we hebben gezien vorig jaar, we waren ook mee met de VES-delegatie naar Guyana, naar de agribeurs. En daar hebben we gezien dat de kokosindustrie daar vorig jaar, mei, hadden landbouwminister statistieken gepresenteerd waarbij ze exportinkomsten hadden van 2,5 biljard Guyanese dollars. Dat is omgerekend ietsje meer dan 12 miljoen US dollars. Dus we hebben nog geen exporten van kokoswater, van kokos, terwijl de vraag daar wel daartoe is. Trinidad vraagt ons, kunt u ons een 40-voet container leveren? Kunt u ons een 20-voet container leveren? Nee, we kunnen niet. Zie, misschien een incidentele basis als we genoeg hebben gecollecteerd van Jan en Alleman. Maar daar hebben we allerlei variëteiten en zaken door elkaar. En we kunnen de kwaliteit dan niet garanderen. Daarom dat wij dan nu die trainingen hebben gestart om de mensen op de juiste wijze het een en ander te informeren. Het standaardbureau is nu, zoals ik al eerder zei, een van de partners bezig met de trainingen over standaardisering, certificering, HACCP, hoe moet je omgaan met je productieprocessen, etc. Zij zijn met die trainingen nu bezig, tot en met eind juni, juli zullen zij daarmee bezig zijn, om ook diezelfde boeren en verwerkers daarvan in te lichten, en zodat men dan op de juiste wijze de productie kan aanpakken, voornamelijk ook voor de export, natuurlijk ook voor lokaal, want wij willen ook wel op een goed brede wijze de producten op de schappen hebben. En vandaar dat we zeggen dat we het onderbenut hebben, de sector, en dat we veel meer als stakeholders, en de stakeholders noem ik echt breed hoor, want Suriname Business Forum, weet u, is een public-private sector dialoogplatform waarbij alle partners bij elkaar zijn, dus zowel de publieke en de private sector, maar ook mensen uit het maatschappelijk, organisaties uit het maatschappelijk veld, die dan bij elkaar komen om dit soort zaken te bespreken en dan proberen via dialoog, via een consensus, verder te gaan, ontwikkeling te brengen voor de lokale private sector. En dat is ons doel als Business Forum, om te kijken van, al die onderbenutte sectoren, agrarische sector, hoe kunnen we dat beter benutten, hoe kunnen we diversificeren, hoe kunnen we productieprocessen aanpakken, waar zijn de fondsen, al dat soort van facetten hebben we meegenomen bij de training, want ze hebben daar geleerd van, één, wat kan je ermee doen, hoe moet je planten, hoe moet je daarmee omgaan, waarvoor kan je het allemaal aanwenden, maar dan komt het gedeelte van business management erbij. Als je eenmaal daarmee bezig bent, wat moet je rekening houden, heb je een businessplan, hou je daaraan? Voer je een goede financiële administratie? Hoe doe je je marketing? Hoe kom je aan je financiering? Dat zijn allemaal topics die zijn meegenomen op de trainingen. En vandaar dat we dan nu ook met de boeren nog bezig zijn om te kijken van die market access, hoe kan dat beter? Hoe kunnen we, natuurlijk, alles heeft te maken met budget. Dus je kan niet ongelimiteerd doorgaan, maar we hopen dat samen met de andere stakeholders, wij toch wel ook andere kansen krijgen, andere deuren open gaan om deze sector verder te kunnen ontwikkelen. Ik neem aan dat jullie dus ook een meeting hebben gedaan op kort termijn, op lang termijn. Nu is eigenlijk die sector weer in ontwikkeling. Over hoeveel jaren verwacht u dus dat we op het punt staan om te kunnen gaan exporteren en dus die potentie een beetje te gaan benutten van deze sector? Nou, er komt dus nog een heleboel bij kijken. Hè? En de overheid die moet natuurlijk ook zorgen voor een aantal randvoorwaarden. Tezamen, niet alleen, hè? Tezamen met de andere stakeholders. Omdat je, als je die randvoorwaarden niet goed creëert en ondersteunt en aanpakt,
dan ben je gedoemd, ik zal niet zeggen te falen, maar je gaat struggelen, je gaat blijven struggelen en dan kan je het niet echt goed op peil ontwikkelen. En dat willen we zeker in een beetje versneld tempo aanpakken, waardoor we dan gezamenlijk toch wel kunnen kijken van, hey man, de boeren zijn naar uitbreiding toe, ze hebben een nieuwe aanplant nodig, waar zijn de arealen, waar zijn de geschikte arealen voor kokosproductie? Wat zijn de faciliteiten dat je misschien in clusterverband, niet iedereen hoeft individueel kokosolie te gaan bereiden, maar in coöperatief verband, in clusterverband, in districtsverband, in regionaal verband, waarbij de districtcommissariaten, maar ook de diverse contreien, de lead farmers, etc. een belangrijke rol kunnen spelen om die ontwikkeling op gang te brengen. Waarbij je dan gezamenlijk, als kleine boer, met kleine boeren bij elkaar, tezamen met één verwerker, met een aantal distributeurs, transport, je hebt een hele logistieke keten nodig. Om dan samen te kijken van, hé, jij doet dat, ik doe dit, dat, die ondersteunt met dat. En dan pakken we die aan. Zo is het in Guyana aan toegegaan. Je kunt het allemaal volgen op het nieuws. Hoe de Guyanese kokosindustrie zich heeft ontwikkeld de laatste jaren. Agressief ontwikkeld. Tot de beste in het Caribisch gebied nu. En waar ook dus al die internationale organisaties zoals CARDI. CARDI is een van de partners naast het International Trade Center die zich opereert op het gebied van ziekte en plagen, teelt. Waar ze adviezen kunnen geven en dat ze steeds rasverbetering hebben. En het een en ander onderzoeken, we hebben afgelopen jaar zeker 3 missies gehad van CARDI waarbij experts hier zijn geweest op het gebied van IPM, Internet Integrated Pest Management, ziekte en plagen en andere zaken, om daar van adviezen te voorzien. Want we hebben die ziekte en plagen ook. En we hebben dan geen antwoord op hoe daarmee te kunnen omgaan. En dan, gisteren hadden we op een demo bezoek van CELOS. Hierover ook de boeren van, hey, mijn bomen gaan achteruit, mijn bomen gaan door. We hebben omgehakt, er zijn wormen, last van snuitkevers, et cetera. Maar lokaal kunnen we de dus de wetenschap is ook erbij gehaald. Kunnen we best wel afkijken van Guyana in deze? Zeer zeker. En, er zijn nu gesprekken met ITC en CARDI en de andere partners ook gaande om te kijken wat de mogelijkheden. Misschien niet binnen dit gedeelte van het project, maar misschien een ander gedeelte van het project. Want het project loopt in principe in juni, juli af, fase 2 van het jaar. Maar men is bezig met een verlenging. En als we dan een verlenging krijgen, dan heeft men een optie, een gedachte, samen in gesprekken met de lokale vertegenwoordiger van ITC in Suriname, meneer Jelle Renfrum, hebben het een en ander gebrainstormd, ook met onze liaison officer in Genève, Mr. Benjamin Morrison, om te kijken hoe we dan misschien een regionale aantal boerenverwerkers kunnen brengen op bezoek naar Guyana. Om te kijken van, hey, hoe hebben ze het daar gedaan? Hoe pakken ze het daar aan? Dus een beetje studiereis, een studiebezoek. En dat willen we kijken en studiebezoeken aan Guyana, eventueel naar Jamaica. Of we dat kunnen bewerkstelligen nog dit jaar. Maar we hoeven natuurlijk, als er andere fondsen zijn, een aantal middelen zijn, hoeven we natuurlijk te wachten op CARDI en ITC. Maar dan kunnen we dat zelf aanpakken. En zo kan je dan. En de Guyanezen zijn ook bereid, want ze zijn best wel realistisch genoeg om te weten van dat ze de wijsheid in pacht hebben. Bijvoorbeeld de Suriname Brown Coconut Dwarf. Is de bruine variëteit van de dwergkokosnoot is in Suriname ontwikkeld en heeft de beste smaak ter wereld. Wij hebben het gezegd. Het is de zoetste kokosmaak voor kokoswater. Doeleinden heeft het de beste smaak ter wereld. En het is zo geweld nu in Guyana. En nu heeft Jamaica besteld. Aantallen hebben ze besteld. De CELOS en de andere organisaties zijn bezig te kijken hoe ze aan die vraag kunnen voldoen, hoe ze het gaan voldoen. Wij staan straks op de agrarische beurs over 2 weken als een SBF, tezamen met de partners, met ITC, met CELOS, standaardenbureau, ECTAC en de organisatie met ons samenwerken, om dan ook meer bekendheid te geven aan die hele kokossector. Dus vandaar dat we zeggen van samenwerken is een must. En alleen gezamenlijk kan je het een en ander beter aanpakken. Allemaal mooie ontwikkelingen. Wat kunnen we dus nog meer gaan produceren met kokos? Want er is een hele grote vraag, maar er zijn ook shampoos, er zijn ook
koekjes, een heleboel soorten producten op de markt nu, internationaal. Waarop denk je dat we ons meer kunnen focussen als Suriname? Ik ben zelf geen ondernemer, maar het is eigenlijk waar een ondernemer zich het beste terug kan vinden en een gat in de markt heeft. Want niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. Er is voor al de producten, zowel lokaal en voornamelijk internationaal, regionaal, een hele grote vraag. En hoe verder je gaat in je productielijn, hoe hoger de baten. Er is wel een verdere mate van processen die erbij komen kijken. Maar voor zeepen, parfums, olieën, exotische andere producten, daarvoor wordt er heel goed en vet betaald in de wereld. En het komt van een green product, het komt van een gezond product. En als je al die voordelen erbij eromheen hebt, dan zit je heel goed. En dat is de vraag die tegenwoordig, de tendens, waar naartoe men leidt van, we willen meer dat soort producten hebben. Dus daarop moeten ondernemers inspelen. We zeggen altijd, we hebben een groot bestand van overheidspersoneel. Ik zou de mensen zeggen van, check je kansen in de agrarische sector. De kokosindustrie is zeker een van de zaken waarnaar je kan gaan kijken. We zijn bijvoorbeeld bezig met de NOB, of via een van hun fondsen, te kijken hoe we een totale kokossubsectorstudie kunnen maken. En dan weet men precies in Suriname wie heeft hoeveel hectare, wie heeft hoeveel bomen, wat is de staat, welke variëteit. Die studie willen wij ook in de komende periode samen bespreken met onze partners. NOB is dan daar de lead partner om te kijken van hoe we die studie kunnen doen. Zodat mensen dan terug kunnen vallen op gerichte informatie die aanwezig is, want dat ontbreekt. All over hebben we gezien dat zonder de instituten een tekort te doen, zoals LVV en CELAS, etc. Maar dat de juiste informatie toch wel ontbreekt. En dan proberen we alle informatie bij elkaar te brengen, om dan dit ter hand te kunnen dienen van ondernemingen en ondernemers die daar een broodje daarin kunnen zien en een opportunity zien om daarin te kunnen investeren. En zoals je zei, koekjes, maar dus kokoswater, maar verschillende soorten kokoswater, zoutloze olie en dat soort zaken. Dingen waarvan we nooit eerder hadden gehoord, maar waarvan de vraag hoe wereld groot is. En als je daarop kan inspelen, dan zijn de mogelijkheden zat, hè, enorm. Dank u wel, meneer Kalka. Met deze informatie van meneer Kalka zijn we tot het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mijn collega gaat u in het volgende gedeelte dus een ander onderwerp voorschieten. Dank u wel. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met onderzoeker Mark Ponte, die verbonden is aan het Stadsarchief van Amsterdam. Mark Ponte heeft onderzoek gedaan naar plantage Alkmaar in Suriname en daarover gaat hij ons meer vertellen. Meneer Ponte, welkom in onze programma. U heeft onderzoek gedaan naar plantage Alkmaar. Waarom heeft u ervoor gekozen om zo'n onderzoek te doen? Nou, dat komt eigenlijk tegenwoordig in Nederland is steeds meer aandacht voor het slavernijverleden, hè, en het verleden van Nederland en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. En ruim een jaar geleden werd ik gevraagd door een museum in Alkmaar, het Stedelijk Museum Alkmaar, om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om een tentoonstelling te maken over de plantage die naar die stad is vernoemd. Namelijk plantage Alkmaar in Kommerwijnen. En dus dat was eigenlijk de aanleiding dat het museum mij vroeg om daaraan mee te werken. En wat heeft u gevonden tijdens uw onderzoek? We hebben natuurlijk heel veel dingen. Ja. De bedoeling was van deze tentoonstelling en ook het boek om eigenlijk een soort overzicht van die geschiedenis en die gezamenlijke geschiedenis van plantage Alkmaar en de stad Alkmaar in
in Nederland te onderzoeken. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat Plantage Alkmaar een van de grootste plantages, suikerplantages in Suriname is geweest. Op het dieptepunt van deze geschiedenis werden meer dan 600 mensen daar te werk gesteld in slavernij. Dus het is een heel belangrijke en grote plantage geweest waar duizenden mensen in slavernij hebben gewerkt. En later ook contractarbeiders. Dus dat is natuurlijk een belangrijk element daaraan. Wat heel bijzonder is aan deze tentoonstelling, of niet aan de tentoonstelling, maar aan de Plantage Alkmaar, is dat er een tekenares is geweest, Louise van Panhuis, die tientallen hele grote schilderingen en tekeningen heeft gemaakt van deze plantage. En die, die konden we ook laten zien in de tentoonstelling. En ik denk dat het een belangrijke vraag is om te vragen. En, is er een verbindenis tussen Plantage Alkmaar in Suriname en de stad Alkmaar in Nederland? Ja, zeker. Kijk, sowieso al die bijna alle Hollandse en Nederlandse steden hebben een verbintenis met slavernij en slavenhandel. Dus burgemeesters van die steden, et cetera, waren betrokken bij die zaken. Bij West-Indische Compagnie, Verenigde Oost-Indische Compagnie, plantages in Suriname. Als je het over Alkmaar hebt, is die plantage is gesticht door een ene meneer Jacob Hengeveld. En die Jacob Hengeveld, die is geboren in de stad Alkmaar, aan het einde van de 17e eeuw. En als jongeman is hij naar Suriname gekomen. Hij was een kaartenmaker, een landmeter. Dus hij maakte van die kaarten ook van die plantages en als de gronden werden uitgegeven. Hij was ook actief in het vervolgen van de Marons. En hij is op een gegeven moment begonnen om zelf een plantage aan te leggen toen Fort Nieuw Amsterdam werd aangelegd. Daarna werd ook in Kommerwijnen werden allerlei nieuwe plantages ontgonnen. En ja, deze meneer Hengeveld die kreeg ook een stuk grond daar van de koloniale overheid. En is daar een plantage begonnen. En die heeft hij vernoemd naar Alkmaar, de stad waar hij vandaan kwam. Dus dat is de directe link tussen Alkmaar, Suriname, Alkmaar, Nederland. En er is een tentoonstelling aan het onderzoek gekoppeld dat recent is afgesloten in Nederland. Natuurlijk heeft u niet alles van uw onderzoek kunnen laten zien in die tentoonstelling. Maar wat worden de belangrijke punten binnen deze tentoonstelling? In die tentoonstelling wilden we drie dingen laten zien. En waarvan twee over Plantage Alkmaar gaan. En het eerste gedeelte wat we hebben laten zien is om te laten zien hoe zo'n kleine stad als Alkmaar, hè, want het is vergeleken bij Amsterdam of Rotterdam, is het een kleine stad, toch ook een hele belangrijke slavernijgeschiedenis had. Dat wilden we als eerste laten zien. Ook om de mensen in Alkmaar zelf, in de stad Alkmaar die daar nu wonen, er bewust van te maken van, hé, dit is niet een geschiedenis die ver weg is, die misschien dat Amsterdam er wat mee te maken heeft en voor de rest is het allemaal in Suriname. Nee, ook in Alkmaar en heel veel andere steden waren mensen die betrokken waren bij slavernij, bij plantages. Soms namen ze zelfs tot slaafgemaakte mensen mee naar Alkmaar die dan weer bij hun in huis werkten. Dus dat was het eerste gedeelte eigenlijk van die. Het tweede gedeelte was een verhaal vertellen aan de hand van die verschillende tekeningen, hè, die er zijn gemaakt van die plantage. Om te proberen met de. Kijk, heel veel bronnen zijn er vaak niet over die plantage. Maar met de bronnen die we hebben en dingen die we weten over de slavernij. Om het verhaal aan de hand van een aantal individuen te vertellen. Van mensen die hebben moeten werken op Plantage Alkmaar, mensen die in opstand zijn gekomen, mensen, maar ook hoe dat in zijn werk ging. Dus dat is het middenste gedeelte geweest. En dat is met aan de hand van meer dan 20 grote schilderijen, waterverfschilderijen, bekende diorama's van Gerrit Schouten waren er ook te zien. Objecten die mensen daadwerkelijk gebruikt hebben. Want die vrouw die tekening heeft gemaakt, Louise van Panhuis, heeft ook allerlei, laten we zeggen, souvenirs meegenomen uit Suriname. Dus muziekinstrumenten,
maar ook bijvoorbeeld een pagaai en een hak die ook te zien zijn weer op die tekeningen. Dus aan de hand van objecten en documenten die we gevonden hebben over individuen die daar gewerkt hebben, proberen we dat weer, zeg maar, dat verhaal te vertellen. En het derde element gaat eigenlijk over de periode na de slavernij, hè? De contractarbeid en ook de hedendaagse Alkmaar. Dus een kunstenaar-fotograaf, Dimitri Madimin, wiens grootmoeder in het kindertehuis van Alkmaar is opgegroeid. Hè? Dus nog steeds het kinderhuis daar. En zij is 2 maanden geleden overleden. Maar van die bewoners van Alkmaar nu en van het kindertehuis waren ook heel veel portretten, levensgrote bewegende portretten, zodat ook de mensen in Alkmaar, Nederland kennis konden maken met de mensen die nu in Alkmaar, Suriname leven. Ik zie dat u een onderzoek heeft afgebakend van 1745 tot heden, het grote tijdsbestek als je dat goed bekijkt. Maar we kennen 2 belangrijke punten in de Surinaamse geschiedenis, de slavernij en de periode van contractarbeid. Heeft u degelijke verschillen bij Plantage Alkmaar gemerkt tussen die 2 perioden? Ja, eigenlijk in het geval van Alkmaar was er een heel groot verschil. Ten tijde van de slavernij was het een hele grote plantage, waar dus zoals ik net al zei, meer dan 600 mensen in slavernij moesten werken. Na de afschaffing van de slavernij hebben die mensen nog wel 10 jaar moeten doorwerken, hè, in de periode van het staatstoezicht. En daarna is eigenlijk die plantage meer in verval geraakt. Er zijn nog wel tientallen contractarbeiders, Hindoestaanse contractarbeiders gekomen in 1873. Hebben nog enkele jaren daar gewerkt en toen is dat stuk grond eigenlijk aan de overheid verkocht. Mm-hmm. En is daar het kinderhuis opgericht en is het verkaveld voor kleine landbouwers. En dat is het eigenlijk nu nog steeds, hè. Veel landbouwers wonen daar. Dus het is wel een heel belangrijk verschil. Het is niet een plantage geweest waar heel lang ook nog met contractarbeid is gewerkt. En u heeft gesproken over opstanden eerder in het gesprek. Zijn er opstanden geweest op Plantage Alkmaar? Nee, er zijn geen niet bekend tot nu toe dat er echt grote opstanden zijn geweest. Er zijn wel natuurlijk permanent mensen geweest die verzet hebben gepleegd. Door bijvoorbeeld zelf weg te lopen, hè, zich aan te sluiten bij de Marons. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Maar ook op andere manieren, maar het is ook wel zo dat we dat eigenlijk niet goed weten, omdat we ook die bronnen zijn er helemaal niet. Dus je moet ook heel veel eigenlijk eromheen zoeken en ook relateren aan andere plantages waar we meer van weten. En dan weten we wel dat er actief verzet is geweest. En tientallen mensen zijn ook actief weggegaan. En die verhalen hebben we ook verteld in de tentoonstelling. Maar het is moeilijk om heel veel concrete verhalen daarover te vinden. En u heeft dus aangegeven dat die tentoonstelling in Nederland is afgesloten recent. U bent nu in Suriname. Wordt de tentoonstelling ook in Suriname gehouden? Nee, in dit geval deze tentoonstelling zal niet reizen naar Suriname. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat die waterverftekeningen... die zijn ook niet in een Nederlandse collectie, die zijn in Duitsland. Die waren nog nooit eerder in Nederland vertoond. Dat is een te grote operatie om het echt hierheen te tentoonstellen. Ook de klimatologische omstandigheden zijn ook wel ingewikkeld voor die... maar wat er wel is natuurlijk dat we een boek ook gemaakt hebben. Mm-hmm. En dat boek zal wel ook hier in Suriname verkrijgbaar zijn. Of is dat nu? En daarin zijn al die tekeningen ook opgenomen. En ook de verhalen die in de tentoonstelling zijn geweest. Dus... en dat boek is ook bijvoorbeeld hier te raadplegen in het Nationaal Archief of te koop. Ja, en ik heb ook begrepen dus met uw aanwezigheid hier in Suriname, u ook een presentatie heeft gehouden over het boek. Ja, dus omdat ik ben eigenlijk hier voor een nieuw tentoonstellingsproject. Maar ja, omdat het boek is net uitgekomen, dus was het natuurlijk een mooie gelegenheid om het ook hier
te presenteren voor studentengeschiedenis en andere geïnteresseerden. Oké, en u zegt het net, u bent hier voor een ander project. Wat voor andere projecten kunnen we van u verwachten van Suriname? Ja. Nou, op dit moment, kijk, we zitten hier ook in het Nationaal Archief Suriname. Dit project over Alkmaar heb ik dus voor het Stedelijk Museum Alkmaar gedaan, maar ik werk meestal in het Stadsarchief Amsterdam. En afgelopen jaar heeft het Stadsarchief een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nationaal Archief hier in Suriname. Mm-hmm. Tijdens het bezoek van burgemeester Halsema. En daar zitten een aantal elementen in die we samen gaan doen, onder andere het ontsluiten van archieven. En het samen tentoonstellen ook van de gezamenlijke geschiedenis. En ik ben nu eigenlijk in Suriname voor dat project waarin we een nieuwe tentoonstelling maken over Amsterdam en Suriname en transnationale families. Vanaf de 17e eeuw tot het heden eigenlijk. En dat is nog helemaal in ontwikkeling. Dat doen we in dit geval samen met dus het Nationaal Archief en Stadsarchief. En deze tentoonstelling zal wel in Suriname te zien zijn. Die zal eind juni openen hier in het Nationaal Archief Suriname. Okay. Even teruggaand naar het boek over Plantage Alkmaar. We weten allemaal dat dus met een bepaalde bedoeling er onderzoek wordt gedaan en u heeft dat eerder aangehaald. Maar is er een meerwaarde voor Surinaamse onderzoekers? Want u heeft ook veel al gesproken over bronnen die niet aanwezig waren. Nou, dus dat. En er is al heel veel nog niet ontsloten. We hebben natuurlijk. Dus er kan nog heel veel nieuw onderzoek worden gedaan. En veel belangrijk materiaal ligt nu natuurlijk hier. Hè, want vroeger lag het allemaal in Den Haag. Enkele jaren geleden is het hier naartoe gebracht. En in de komende tijd hopen we ook hier met het Nationaal Archief ook nog weer nieuwe bronnen te ontsluiten eigenlijk. Onder andere de notariële archieven. Waar heel veel informatie over die tijd nog te vinden is. En daar is dus heel veel ruimte voor Surinaamse onderzoekers om hier verder te gaan. Zou u nog meer onderzoek in Suriname willen doen over bepaalde specifieke plantages of onderwerpen? Ja, zeker. Kijk, dus er liggen nog heel veel onderwerpen die nog niet gedaan zijn. Nou, nu zijn we bezig met die relatie Amsterdam-Suriname, wat natuurlijk al bijna 400 jaar een belangrijke relatie is, vaak ongelijk. Maar mensen die van daar hier kwamen, slavernij en uiteindelijk natuurlijk ook nu een hele grote groep mensen van Surinaamse afkomst die in de stad Amsterdam wonen. Dus een van de dingen die we komende jaren ook willen opzetten is meer aan oral history te doen, mensen ook te interviewen, ook over de post-onafhankelijkheidsperiode. Hoe is het geweest om naar Nederland te migreren? Welke mensen zijn teruggemigreerd? Dus meer dat soort thema's. Een van de belangrijke onderzoeken waar ik mee bezig ben is ook rondom Jodensavannen. En ook daar is weer een belangrijke link met Amsterdam, want veel Portugese Joden hebben ook in Amsterdam gewoond. En er zijn een aantal families, en dat is een verhaal wat niet veel mensen weten, is dat onder die Portugese Joodse families, dat daar ook al mensen van gemengde afkomst waren. Dat is dat er ook Joden van deels Afrikaanse afkomst tussen leefden. Dus daar ben ik mee bezig. Nou ja, er zijn heel veel interessante dingen die je nog zou kunnen onderzoeken. Ook de muziekgeschiedenis. De jazz. Bijvoorbeeld in Amsterdam had je in de jaren 30 heel wat Surinaamse jazzartiesten. En daar zijn we ook mee bezig om daarmee verder te gaan. En naast de samenwerking met het Nationaal Archief Suriname, is er misschien ook een samenwerking met de universiteit, als we denken aan de studierichting geschiedenis bijvoorbeeld? Ja, regelmatig. Nou, met name in de vorm van stages. Dus studenten, dus dan hebben we het over de studenten hier of wij hebben wel van in het Stadsarchief dus samenwerking met de studenten natuurlijk in Amsterdam die geschiedenis studeren en ook in dit project en de projecten die we nu aan het doen zijn is het wel de bedoeling dat er ook met de studenten geschiedenis van hier ook dingen worden opgezet. Okay. En
Als we dus terugkomen naar u als onderzoeker, u bent nu in Suriname, wat zal uw volgende missie zijn? Dus ik ben nu voorlopig nog wel ook even bezig met die tentoonstelling, samen met de medewerkers hier. Aan de tentoonstelling over Amsterdam en Suriname. Ik ga volgende week in New York voor een heel ander project. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar migratie in Amsterdam in de 17e eeuw. En met name ook niet-westerse migratie, zoals we dat noemen. Want ook al in de 17e eeuw woonden in Amsterdam heel wat mensen die Afrikaanse en Aziatische afkomst waren. En onder andere in de buurt van de beroemde schilder Rembrandt. En volgende week ben ik in New York, omdat ik een heel onderzoek heb gedaan naar die mensen die in de omgeving van Rembrandt woonden. En daar is ook een boek over verschenen, wat ik samen met anderen heb gemaakt, ook een tentoonstelling. En dat ga ik daar een workshop over geven. Dus dat is in de heel directe toekomst. Dus uw volgende komst naar Suriname is in juli of juni? Nou, ik weet niet. Die tentoonstelling, die zal te zien zijn in zowel Amsterdam als in Suriname tegelijkertijd. Dus ik weet niet of ik in juni ook hier zal zijn. Want dan, maar ik kom ongetwijfeld weer een keer naar Suriname. Ik kom hier graag. Oké, dank u wel. Zo kijkers, met deze woorden van Mark Ponte zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.